De weekend lockdown is opgeheven, echter blijft het uitgaansverbod van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens van kracht. Dit gaf president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan in zijn toespraak naar de samenleving toe. Het staatshoofd benadrukt dat de getroffen maatregelen noodzakelijk en urgent waren om de zorgwekkende situatie in te dammen. Het staatshoofd merkt verder op dat veel Surinamers zich aan de regels hebben gehouden. Volgens het staatshoofd geven de cijfers een beter beeld dan voorheen. En daarom is dus besloten de maatregelen voor de komende 2 weken aan te passen, zegt de president. De weekendlockdown wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend blijft echter van kracht. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende reden toestemming wordt verleend door het COVID-19 crisismanagement team. Maatregel 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd en ze zullen verscherpt worden. Maatregel 4. Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. Maatregel 5. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden en hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. De uitzonderlijke bijeenkomsten zoals rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn versoepeld met inachtneming van de geldende COVID-19 protocollen en maatregelen. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Dit met een achtneming van de voorschriften. Maatregel 7. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen slechts plaatsvinden met een achtneming van de voorschriften. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten verboden zijn. Maatregel 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme plaatsvinden. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft de samenleving gisteren toegesproken. De regering heeft besloten de weekendlockdown op te heffen, echter blijft de avondklok van 8 tot 5 uur in de ochtend gehandhaafd.